Kijk, door de opkomst van het Nederlandse populisme, niet waar, is de Nederlandse politiek, die traditioneel zeer stabiel was, die is sterk gedestabiliseerd geraakt. Het populisme is een heel wonderlijk politiek verschijnsel, omdat het inhoudelijk eigenlijk niet veel voorstelt, want je hebt linkspopulisme en rechtspopulisme. Populisme is eigenlijk een soort vaag idee van ontevredenheid, het moet anders. We moeten naar de burgers gaan luisteren. Het is helemaal geen democratie. Het is een schijndemocratie. De elite heeft het voor het vertellen. De rest van de bevolking die wordt maar belazerd waar ze bij is. Nou, dit hele complex van vaak vaag gedefinieerde gevoelens en verwijten. En beleidsmatig heb je niks aan populisten. Kijk naar wat de programma's van de Nederlandse populisten traditioneel zijn geweest. Dat we uit de EU moeten. Wat natuurlijk een vorm van waanzin is. Hè? Kijk, dan hebben we er ook nog even een iemand bij gehad die echt gek is. Namelijk Thierry Baudet. Al weet ik dus niet of hij het speelt of dat hij echt gek is. Dat is me niet helemaal duidelijk. Als hij het speelt, moet ik zeggen, is het een briljante rol. Hè? Van de halve haren in de politiek. Hij liep nu weer op een luchthaven met twee stewardessen aan zijn zijde. Dan had hij weer, ze hebben jaren aan een geheim plan gewerkt. Ik weet niet wat hij precies ging doen. Een geheim plan, ja. Ja, en iedereen stapt daar makkelijk overheen. Maar 4 jaar geleden is er massaal gestemd op iemand die niet goed snikken is. Dus ja, ik, nogmaals, die Nederlandse kiezers, zeker die ter rechterzijde, vertrouw ik die? Nou niet zo. Je ziet toch het probleem dat in allerlei situaties de extremen van het politieke toneel eigenlijk buitenproportionele invloed uitoefenen, omdat iedereen eigenlijk een beetje bang voor is, terwijl je er inhoudelijk, bestuurlijk niets aan hebt. Hetzelfde probleem een beetje met links in de jaren 60. Hè? Toen werd ook de betekenis van links enorm overschat en nu wordt naar mijn idee de betekenis van rechts overschat. Ja. Wordt ook niet een beetje overschat nu je daarover hebt welke invloed wij hebben? Want uiteindelijk zijn er in Europa afspraken gemaakt waar wij ons aan moeten houden. Dus ja, wat hebben we hier eigenlijk allemaal te zeggen in Nederland? Zonder meer. Maar dat is heel opvallend bij dit soort van... Het volk is boos. Het volk is verontwaardigd. Ja, wacht nou even. Wij zijn eigenlijk niet veel meer dan een postelzegelgroot onderdeel van een veel groter systeem. Namelijk de Europese Unie. Die op dit punt ook beleid maakt en in beleid geïnteresseerd is. En ik dacht zelfs al bij mezelf, zou niet ooit een wonderlijke toestand kunnen ontstaan waarbij het de Unie is die ons aan onze rechtsstatelijke afspraken houdt, omdat we zelf te beroerd zijn om onze eraan te houden. In de VVD hebben al geluiden weer klonken van ja... Ja, die internationale afspraken, dat is zoveel te bindend. Daar moeten we op een of andere manier vanaf zien te komen. Dat is helemaal niet handig enzovoort. Dus ja, hoe gek het ook klinkt, wij moeten ook oppassen dat we niet een tweede Polen voor Hongarije worden. Maar wacht, je zegt dus eigenlijk, het kan zijn dat dit stikstofprobleem straks door Europa opgelost wordt, als wij er zelf niet uitkomen. Ik weet niet wat op dit punt de dwangmaatregelen van Europa zouden kunnen zijn. Ja, ook ten aanzien van Europa bestaan natuurlijk allerlei onwonderlijke misvattingen, omdat mensen niet weten hoe het zit en wat het ze kost en wie wat kan doen. Wie aan welke schroeven draait, geen idee. Maar ja, we hebben het ook gehad over die motie van een meerderheidsmotie tenslotte. Dat die rechters nou eens op moesten houden met zich te bemoeien met de beleidsvorming. Waarbij een soort sprong wordt gemaakt waar die je niet begrijpt. Want die beleidsvorming, het zijn dingen die we gezamenlijk democratisch hebben afgesproken. Dat nu Europa betreft of Nederland zelf. En als de regering zich niet aan zijn eigen afspraken houdt, is het niet meer dan redelijk dat de rechter zegt dat die regering ze gaat. En dat vinden wij eigenlijk maar heel irritant. Als de politiek de problemen niet oplost, dan moet de rechtspraak het oplossen. Ook op zichzelf een ongewenste ontwikkeling, ja. Maar dat komt omdat de overheid zich ongewenst gedraagt. Dit is een probleem wat in Amerika natuurlijk al zo oud is als de weg naar Rome. Namelijk dat de overheid eigenlijk allerlei lastige vraagstukken niet weet op te lossen en dat tenslotte de rechterlijke macht dat moet doen.
Met als gevolg dat je uiteindelijk ook de rechterlijke macht politiseert. Het zou ook bewust kunnen zijn, hè, dat ze zeggen, wij komen er toch niet uit, laat de rechter maar doen. Ja, gemakzucht. Het is ook een soort gemakzucht. En bovendien kun je daar fijn altijd de rechters de schuld geven. Ja. Net zo goed natuurlijk als het ook een heel fijn idee is dat je altijd Brussel de schuld kunt geven als er iets is waarvan je wel weet dat het gebeuren moet, maar je hebt geen zin om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. En daar wordt ook wel een beetje misbruik van gemaakt. Eigenlijk hebben maar weinig Nederlanders echt in de gaten wat er in Europa is afgesproken en hoe die regels zitten. En daar maken die politici natuurlijk allemaal misbruik van. Ja, precies. Maar je doet de verstandig aan om Nederland natuurlijk in een wat groter verband te zien. Daar ben ik het daar geheel en al mee eens. Ja, maar als je dat doet... Die wonderlijke eilandretoriek die dan in Nederland losbarst. Alsof dat allemaal... alleen maar Nederlandse problemen zijn, dat is natuurlijk flauwekul. Maar als je dat doet, hè, als je het in het grotere geheel plaatst, dan kom je er dus wel achter dat we dus niet zo gek veel te zeggen hebben. Dus wat hebben die verkiezingen? Op sommige punten hebben we van alles te zeggen, want je weet tal van dossiers, daar heeft de EU niks mee te maken. Zoals? Nou, volgens mij het onderwijsdossier heeft de EU niet veel mee te maken. De sociale wetgeving heeft de EU niet veel mee te maken. Zo'n lijstje op te maken. En rotondes, of die er komen? Nou, die rotondes zijn alleen maar praktisch, omdat er gewoon meer een paar honderd doden minder vallen in Europa als je rotondes aanlegt. Als je wegen waar flink hard wordt gereden voorziet van stoplichten, dan moet je ervan uitgaan. Hoe vaak ben jij toch op het allerlaatste moment even er doorheen geslipt? Iemand anders gaat iets eerder rijden en paf, we hebben 3 doden. Rotondes zijn... zijn stom. Als je daar zo rondrijdt, is dat ontzettend stom. Neem Lelystad, wat volgens mij de meest rotonderijke gemeente ter wereld is. Dan voel je ook vrij stom als je dan weer de 10... Ik vind het wel handig, als je verkeerd bent gereden, kun je meteen omkeren. Ja, dit is... ja, dat dan wel, maar... goed, rotondes zijn een zegen. Dus daar ben ik niet tegen. Wat vind jij van stoplichten die eerst oranje worden en dan pas groen? Dus dat je weet... Dat is in Duitsland. Ja. Dat is in ieder geval beter dan ons systeem, dat vind ik wel. Waarom hebben ze dat eigenlijk? Ja, omdat je, ik weet niet, misschien kun je dan net iets beter opletten of zo. Is de doorstroom misschien net iets beter of zo? Ja, ik heb geen idee, dan moet je vergelijkende cijfers uitzoeken die er wel zijn, denk ik, over het aantal doden per afgelegde kilometer. Je weet dat in België het aantal doden in het verkeer per afgelegde kilometer 2 keer zo hoog is als in Nederland. Ja. Dat kan, en dan moet je nog weten, wat zijn de oorzaken? Rijden Belgen suffer dan Nederlanders? Of is het een infrastructureel probleem? Dat weet ik dus niet precies, maar dat moet je je voorstellen. Dat zijn forse verschillen. Als je 2 keer zoveel doden per afgelegde kilometer hebt, dat is indrukwekkend. Er zijn ook rotondes met stoplichten, hè? Hebben we hier in Utrecht ook een paar. Die ken ik niet. Hey, in Utrecht heb je toch ook bij de Berenkuil. Daar heb je toch ook een rotonde in principe, maar wel met stoplichten. Oh, okay. Ja, dat kan, ja. Ja, want ja, je weet, de Berenkuil was aanvankelijk gerepareerd, gerenoveerd. Maar ze hadden vergeten dat die bussen iets hoger waren geworden. En toen... Oh. De Berenkuil, ja. Die rijden daar onder zo door en dan gaan ze naar de Uithof. Ja, ik zou haast zeggen, laten we de beren gaan houden. Maar dat is natuurlijk heel zielig voor die beren. Dus dat gaan we niet doen. Ja, toch in Bern had je toch zo'n berenkuil? Als jongetje diep van onder de indruk. Maar het lijkt me ook wel, ze hadden een vreselijk bestaan, neem ik aan. Ja. Is hiermee alles gezegd over wat er nu in Politiek Den Haag weer besloten is? Ja, het is uniek dat we zo lang hebben gepraat over dat het eigenlijk besloten is om eens even de zaken aan te zien. We hebben nu ontdekt dat er geen kabinetscrisis komt op afzienbare termijn. En dat lijkt me eigenlijk gezegd ook volkomen begrijpelijk. Ik begrijp ook niet waarom mensen... Ja, dat natuurlijk Caroline, dat die natuurlijk graag een kabinetscrisis zag, dat begrijp ik ook wel. Maar dat zie ik voorlopig niet zitten. En ja, nu... Ja, nogmaals, het probleem is toch weer een beetje opgeschoven. Want uiteindelijk lopen we... Nou ja, zoals altijd, ja. Wat hij altijd doet. Ja. Het is opgeschoven. Ja. Hij was gewoonlijk ook bijzonder vrolijk.